Het gedicht is dus door Robert-Jan Henkes gemaakt, maar door Katrien van der Slikken door de bus gedaan bij de gemeente. En ze heeft er nog een extra toevoeging aan gedaan, dus dat komt op het laatste, zo zullen jullie wellicht ook herkennen. De paddenconferentie. Er was een conferentie van padden in de stad. En zijn excellentie opende het debat. Padden, padden, aller landen, wees nu even stil. U bent in goede handen, zeg mij maar wat u wil. De padden die gingen praten, maar het bleek al gauw dat iedereen in hoge mate heel iets anders wou. Ik wil een paard, zei Ruiterpad. Ik wil een fiets, zei Rijwielpad. En ik wil een zwaard, zei Oorlogspad. En ik wil niets, zei Hazenpad. En de bleek zonder spoor. Doe mij maar stenen, zei de Zandpad. Stoplichten voor mij, zei een zebrapad. Een ruimte voor mijn benen, zei het gangpad. En ik wil eindelijk vrij, zei het dievenpad. En hij vluchtte er vandoor. Bospad wou lanen, slingerpad lianen, rechterpad wou kronkels en kronkelpad die wou recht. Een wandelpad wou landingsbanen, heel netjes aangelegd. En een koffiepad die wou suikerklontjes en levenspad wou avontuur. Zijpad die wou niet recht maar rondjes en recht van overpad een hekje op den duur. En wie er niet zei, dat was de schildpad. Die had alles al wat hij ooit gewild had. En dan, de toevoeging, en rupstreeppad, nou die kennen we allemaal in dit gebied, die wil graag nat. En een veilig onderkomen om nog lang in te wonen. Ja, geloof het maar, hij kreeg het voor elkaar. Nou, bijna voor elkaar, daar gaan we straks een mooi begin mee maken. Ja, ik heb al een hele schot, die gaat naar de kruiwagen.